Kees Andema, we staan hier bij een hele grote machine op de agrarische drag van de Varia. En dit is dus een bietenrooier. Dit is een bietenrooier. En even voor de beeldvorming. Ik heb hier dus een pak bietenzaden. Hier zitten 100.000 bietenzaden in. En dat is genoeg voor 1 hectare. Dan komt in die machine daar die hiernaast staat. Die zaait 12 rijen tegelijk. Dus die heeft een capaciteit van wel 20, 25 hectare per dag. Dus daar worden deze zaadjes allemaal mee gezaaid, keurig op afstand, zodat de biet goed kan groeien. Ik heb hier een aantal bieten meegenomen, dat het publiek kan zien dat hier dus dat uit die zaadjes dus bieten komen. En vervolgens worden die, om het even snel te doen, vervolgens worden die bieten op een suikerfabriek in Groningen verwerkt tot suiker. En de pakjes met suiker staan ernaast. En dan gaat het even over de techniek van zo'n machine. Hiervoor ziet u de bieten, zo staan ze ook in het veld. Nou, de bietenblad dat moet niet mee naar de suikerfabriek. Dus dit voorste gedeelte van die machine die slaat dat bietenblad eraf, die verhakselt dat. En daar zitten hierachter scalpeurs die de bovenkant van de biet schoonmaken, zodat het zo weinig mogelijk vuil en blad naar de fabriek gaat, want daar wordt de teler op afgerekend. Dus het is zaak voor ons als loonbedrijf, dienstverlener, om het product zo schoon mogelijk voor de teler aan de hoop te krijgen, dat hij dus een zo zuiver mogelijk product aan de fabriek levert en zo weinig mogelijk korting daarop krijgt, betreft vervuiling. Nou, dit stukje doet dat. Vervolgens rijdt die machine gewoon door en er worden hier achter de voorwielen worden die gereinigde bieten aan de kop, die worden dus gerooid. Die komen hier op een heel aantal zonnen en die zonnigen die reinigen die suikerbieten van aangehechte grond. Want ze staan dus in de grond en die wortelen die nemen dus grond mee naar boven. Als ze dus eruit gehaald worden. Nou, het hele zonnepakket dat is ongeveer 10 meter lang. En die lengte zorgt ervoor dat, dat bijna alle grond dus verwijderd is. En dan komen ze daar achter de machine. Die bieten gaan dus helemaal tussen de achterwielen door. En die bieten komen dan in die verzamelbunker hier helemaal aan de achterkant. En daar zit een afvoerband aan en die kan ze dan vervolgens de afvoerband die transporteert ze dan in een naastrijdende kiepwagen. En die kiepwagens die rijden al door op en neer richting de bietenhoop zoals iedereen ze wel eens aan de weg heeft zien liggen. Kees, maar de afmeting van de machine, hoe groot is zo'n machine eigenlijk? Deze machine is 12 meter lang, die is 3 meter breed en 4 meter hoog. Je hebt een trekkerrijbewijs nodig, dat heb je voor alle landbouwmachines nodig. Er zit aan te komen dat er ook dus gewoon een rijbewijs, een soort van autorijbewijs voor nodig is. Daarnaast is er nodig ervaring nodig om zowel op transport, maar ook in het veld dit soort machines te kunnen bedienen. Die ervaring die moet gewoon opgedaan worden in het veld, daar zijn geen cursussen voor. Dat heeft gewoon dus met overdracht van kennis te maken. Hoeveel weken in het jaar wordt deze machine gebruikt? Nou, nog wat getallen kan ik wel toevoegen. De machine wordt gebruikt zolang de campagne van de oogst is. Die oogst en verwerking van die suikerfabrieken dat gaat van plusminus half september tot half december. Dan moeten de velden weer geruimd zijn om reden dat er dan vorst risico kan zijn. En deze planten, bieten, die kunnen niet over vorst. Dan zijn ze kapot en dan zijn ze ongeschikt voor verwerking. Wat kan zo'n machine? Zo'n machine weegt 15.000 kilo. Zo'n machine die kan ongeveer 100.000 kilo per uur verwerken. 100 ton zeggen wij dan in het vakjargon. Maar even voor de beleving is dat 100.000 kilo's. Kan die oosten en afvoeren op een kiepwagen. Nou, dat zijn enorme getallen. Maar omdat de periode kort is, is er dus een techniek nodig dat die oost dus snel en efficiënt verloopt.
En dat de goede werkbare dagen, de mooie weerdagen, zoveel mogelijk benut kunnen worden.